allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie de meest ongemakkelijke momenten bespreken die ik heb meegemaakt, maar die vast heel veel van jullie ook kennen. Maar eerst wil ik heel even Dirk bedanken voor de inspiratie, want ik was inspiratieloos en te vroeg het aan hem. En hij kwam op dit idee. Dus, dankjewel Dirk. Ja, dus laten we maar beginnen met de eerste. De eerste is echt heel awkward. Je loopt op straat en er zwaait iemand en je denkt dat hij naar jou zwaait. Dus jij zwaait gewoon terug, maar het bleek dus dat diegene naar iemand anders zwaaide. Maar goed, jij zwaait dus zo en dan kijkt diegene jou aan van, ja, ik heb het niet tegen jou. En dan komt er zo een awkward moment dat je even niet weet wat je moet doen. En dat kan best vervelend zijn. Ja. Het tweede is dat je een keertje een grap maakt. Alleen diegene tegen wie jij de grap vertelt, die snapt er helemaal niks van. En uiteindelijk moet jij je eigen grap gaan uitleggen, zodat diegene het wel snapt. En meestal snapt diegene het dan nog niet. En dan gaat hij maar een beetje lachen van, oh ja, haha, ja klopt, ja, sorry, ik snap hem niet. Maar waarschijnlijk snapt hij hem dan nog steeds niet. Goed verhaal. Van de volgende weet ik zeker dat iedereen het kent, maar dan ook echt, echt, echt iedereen. En dat is als je een keertje jarig bent. Ik bedoel, iedereen is elk jaar jarig, dus je bent altijd jarig. Wanneer je jarig bent, is natuurlijk een superleuke dag, want je krijgt allemaal cadeautjes en bezoek en vrienden en familie is er. Maar er is één awkward ding. En dat is wanneer iedereen voor jou gaat zingen op je verjaardag. En dan zit jij, degene die jarig bent, die zit daar gewoon een beetje om zich heen te kijken en van, ja, dit hoeft niet per se voor mij. En iedereen kijkt je aan en super vrolijk en dan, ja. En dat gaat dan zo. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Ja, stop maar. Ja. Ja, dankjewel. Dank je. De volgende is heel herkenbaar op school. Want je hebt weer eens een keertje een toets. En dat kan een proefwerk of een SO zijn of een examen of iets. Alleen dan is het super stil in de klas. Zo stil is het nog nooit geweest in de klas. En dan voel je iets in je opkomen. En dat is dan niet dat je het antwoord deed op de vraag. Maar nee, je voelt een nies of een hoest opkomen. En liever wil je gewoon niet niezen of hoesten. Want dan kijkt iedereen je heel raar aan. En dan zit jij zo van, yeah. Is dat je bijvoorbeeld een keertje bij iemand thuis komt en diegene die heb je nog nooit gezien en dan wil je diegene gaan begroeten. Alleen op dat moment weet je niet of je een hand moet geven of een box of iets anders. Het volgende is niet alleen een awkward moment, maar het is ook een irritatiegedeelte. En dat is dat als je met iemand aan het appen bent, alleen diegene die stuurt dan ok. Gewoon letterlijk ok, ok. En dan weet je niet meer wat je moet beantwoorden of iets anders moet sturen. Je weet gewoon helemaal niks meer wat je op dat moment kan doen. En dan laat je het maar gewoon zo zitten. En dan is het gesprek beëindigd. Volgende is echt een heel, 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 heel ongemakkelijk moment. Want je zit op Instagram en je bent gewoon iemand aan het stalken. Om al die foto's weer een keertje terug te kijken. En dan ga je dan heel snel doorheen, zeg maar. Maar dan komt dat moment dat je hem per ongeluk liked. En dan zie je dat die foto echt van duizenden jaren geleden is gemaakt en erop is gezet. En dan heb jij die geliked en dan weet iedereen dat je diegene aan het stalken is. Het is alweer dat je antwoordt op een vraag, alleen die vraag heb je eigenlijk niet gehoord. Oftewel antwoorden op de vraag waarvan je niet weet wat diegene zegt. Dat is gewoon precies hetzelfde, alleen dan in een andere zin. Maar goed, je zit bijvoorbeeld in een les en iemand die vraagt iets aan jou. En eigenlijk heb je het niet zo goed gehoord. Maar je wilt ook niet wat zeg je op dat moment zeggen. Want misschien heb je daar geen zin in. Of heb je al twee keer wat zeg je gezegd. En dan de derde keer is gewoon pittig awkward. Dat stukje is ook al awkward. Maar goed, je hebt de vraag dus niet gehoord. En misschien is het wel een hele serieuze vraag. En dan zeg jij van, ja, ja, haha. En dan begin je in één keer te lachen. En dan denkt diegene echt van, what the fuck, waarom lach jij? Dat is gewoon een hele normale vraag, weet je wel. En dan ongemakkelijk. Oké, dit was dus de laatste. En dat betekent dus ook dat deze video is afgelopen. Vond je dit een leuke video? Vergeet toch geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn video's. Laat in de reacties jouw ongemakkelijkste moment weten. Want dat vind ik super leuk om te lezen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!